Sammy, je eerste doelpunt en een overwinning. Hoe is het gevoel? Ja, ik ben heel blij. Collectief hebben we echt een heel goede wedstrijd gedaan. Eerste helft hadden we een beetje moeilijk met de uitbouw. En tweede helft gewoon, we wisten wat we moesten doen aan de helft. We hebben goed gepraat aan de helft. En dat was gewoon prachtig. Hoe we beginnen de tweede helft was heel goed. Met eerste doelpunt was van Kabango. Hoe was hij? Ik ga op de lijn, op de linkerlijn af en ik speel een 1-2 met Sammy. En ja, ik geloof er gewoon in om die bal nog in te halen. En ja, dan snij ik hem naar binnen en trap ik hem rechts binnen. Ja. Het was een opluchting natuurlijk, de 1-1. Terug in de race om de wedstrijd te winnen. Ik denk dat we goed hebben gereageerd. En, hoe kan het dat je na 1 minuut al achter staat? Ik denk, als je zo snel achter staat in de wedstrijd, dan heeft dat te maken met concentratie en scherpte. We hadden gewoon scherper moeten beginnen. En het was ook een beetje slordig hoe dat we de bal daar verliezen. Maar ja, goed, we leren uit die momenten. En ja, volgende week gaat dat niet meer gebeuren en hopelijk in de toekomst ook niet meer. Na de 1-1 voel je het vertrouwen groeien in het team? Ja, zeker. We hebben dat prachtig gedaan. Na die 1-1 hadden we nog meer vertrouwen. Dan is het vlot binnen gegaan. We zijn toen naar de 11e plaats. Volgende week FC Den Bosch. Ja, focussen op de wedstrijd, recupereren. Want het was een beetje zwaar. De twee wedstrijden waren vrij dichtbij op elkaar. Dus je gewoon, ja, focus. Den Bosch staat niet voor niks op de eerste plaats. En we gaan zoals elke week doen, alles geven. En dan kunnen we ons niks vermijden, denk ik.